Column Oud-president Medvedev zegt wat Russische haatlijners denken. De westerse media beschrijven de Oekraïne-oorlog als een gewelddadig avontuur van de Russische president Poetin. In vergelijking met de haatlijners rond hem is hij echter een bemiddelende kracht gericht op een regeling met Oekraïne en het Westen. Achter Poetin staan prominente diehards, waaronder de ooit in het westen gewaardeerde oud-president Medvedev. Hij formuleert op scherpe wijze wat een belangrijk deel van het Russisch establishment en samenleving denkt. De vroegere premier en president Dimitri Medvedev, 2008-2012, is nu partijvoorzitter van de machtige regeringspartij Verenigd Rusland en plaatsvervangend voorzitter van de Russische Veiligheidsraad. Vanuit die functie geeft hij antwoord op escalerende stappen van westerse regeringen, waarover de westerse media zwijgen. Welke publieke uitspraken deed hij zo al over recente gebeurtenissen? In antwoord op de NAVO-expansie met Finland en Zweden is het volgens VDF nodig. Citaat, de Westgrens met substantiële zeestrijdkrachten in de Oostzee te versterken. Hij dreigde dat Russische Iskander-raketten in de thuishaven van de Baltische vloot Kaliningrad kunnen worden voorzien van kernkoppen. Het Baltische gebied zal daarmee zijn niet-nucleaire status verliezen. Niemand bij zijn volle verstand wil toenemende spanningen, hypersonische wapens en schepen met kernwapens langs haar grenzen. Laten we hopen dat het gezond verstand van onze buren uiteindelijk zegeviert. Maar zo niet, dan hebben zij deze stap als eerste gezet. Al dus met Vedev. Bij een Oekraïense raketaanval op de Krim verklaarde hij: citaat, Voor ons is de Krim een deel van Rusland. En dat is voor altijd. Elke poging om de Krim binnen te dringen staat gelijk aan een oorlogsverklaring aan ons land. Als een NAVO-lidmaats. Zo'n stap zet zal dat leiden tot een conflict met de hele Noord-Atlantische Alliantie en daarmee de derde wereldoorlog. Let wel, we dienen ons goed te realiseren dat met het binnenhalen van Oekraïne in EU of NAVO de derde wereldoorlog waarschijnlijk onafwendbaar wordt. EU en NAVO landen zullen via artikel 5 direct betrokken raken in de oorlog die het Kiev-regime voert in de Russische gebieden in Oekraïne. De beslissing van het internationaal strafhof, ICC, op 17 maart 2023 om president Poetin te vervolgen, let wel, niet voor de oorlog, maar voor verantwoordelijkheid voor het in veiligheid brengen van Russische-Oekraïnse kinderen, dat in het Westen wordt gevreemd als de deportatie van kinderen uit bezette gebieden, noemt Medvedev een oorlogsverklaring. Hij verklaarde dat er maar één supersonische raket nodig is. ...om het ICC-gebouw in Den Haag op te blazen. Het Russisch Hoge Rechtshof heeft ondertussen een procedure in werking gesteld... ...om de ICC-aanklagen en betrokken rechters op een internationale arrestatielijst te plaatsen. Met PDF gaf Tevens een reactie op de uitspraak van de Duitse minister van Justitie... ...die stelde dat Poetin op Duits grondgebied zou worden gearresteerd en uitgeleverd aan het ICC. In dat geval zullen... Citaat openen. Al onze wapens gericht zijn op de Bondsdag en het kantoor van de Duitse bondskanselier. Het VDF reageerde eveneens scherp op uitspraken van Kiev over de noodzaak van nieuwe wapenleveranties voor Oekraïne, de intentie om terug te keren op de Krim en de Oekraïnse verklaring dat de oorlog tientallen jaren kan duren. Soms gaat de oud-president zich te buiten in beledigend maar poëtisch taalgebruik. De Kievhond blijft blaffen, het speeksel kwelt over zijn haar gesnuit, zodat zijn meesters zijn vechteigenschappen kunnen zien. Het VDF heeft een duidelijk oordeel over de bewustzijnstoestand van de in het westen gevierde Oekraïnse president Zelensky. Wat is het? De tegenstrijdige somberheid van een door drugs doordrenkt geweten, een delirium van onzekerheid, druk van zijn beschermheren. Een aanhoudende paranoia? Ongetwijfeld. Dit alles samen. In reactie op de droneaanval van 3 mei, die boven het Kremlin ontplofte, reageerde Medvedev met woedende uitspraken over de aard van de Oekraïnse regering. Dit is het hysterische manifest van het regime in Kiev met als doel de nazi-elite te consolideren, de strijdlust van de troepen te ondersteunen en nieuwe steun te krijgen van haar sponsoren. Hij stelt dat er maar één antwoord kan zijn op deze provocatie: een volledige nederlaag van de vijand en de uiteindelijke afzetting van het neo-Nazi-regime in Kiev, alsmede de volledige demilitarisering van het gehele Oekraïnse grondgebied. Vergeldingsacties tegen de sleutelfiguren van het neonazi regime zijn volgens mij noodzakelijk. Anders zullen ze niet kalmeren en dreigen de door drugs veroorzaakte uitzinnige verklaringen werkelijkheid te worden. Aldus de Russische politicus. Of is goed om hier aan te tekenen dat het beleid van president Poetin veel pragmatischer gericht is op toenadering of verleg en compromis. Over de autobomaanslag van 6 mei in Nizhny Novgorod op de Russische schrijver Saka Prilipin schreef Medvedev op zijn telegramkanaal. De daders hebben bekend dat ze zijn gerecuteerd door de inlichtingendiensten van de Kiev-regering. Volgens het strafrecht zullen ze net als andere criminelen worden berecht voor het plegen van een terroristische aanslag en worden veroordeeld tot lange gevangenisstraffen. Op 9 mei herdacht Rusland de Sovjet-overwinning op Nazi-Duitsland. Vanuit Russisch perspectief bedreigen nu Duitse tanks, 81 jaar na de verschrikkelijke slag bij Stalingrad 1942, opnieuw de Russisch sprekende en Russisch gezinde bevolking in de Donbass-regio. Ten slotte. President Zelensky heeft deze week aangekondigd dat de verkiezingen dit najaar niet door zullen gaan. Het land is in noodtoestand. Waarschijnlijk zal het met zijn beleid en onze steun dat nog wel even blijven. Elf partijen in het Oekraïnse parlement waren al verboden. De oppositieleiders opgesloten en gevlucht. Vrije mediakanalen zijn gesloten. De overgebleven staats-tv-stations zingen de lof van de natie, de oorlogshelden en de finale overwinning. De novicis. Oekraïne maakt zichzelf met westerse steun tot het Syrië van Oost-Europa. De lokale en regionale overheden en geheime diensten hebben een zware pressie- en controleregime ingesteld. Miljoenen mensen zijn gevlucht naar Europa en miljoenen naar, naar Rusland. Niet alleen voor de oorlog, maar ook uit angst voor de Oekraïnse terreur. De economie is ingestort en afhankelijk van Europese donaties. Iedere maand maakt de EU anderhalf miljard euro over om het overheidsapparaat in Oekraïne te kunnen betalen en de oorlog te kunnen voortzetten. Ondertussen worden er voor tientallen miljarden aan wapens het land binnengebracht die de oorlog verder escaleren. De westerse media geloven in het sprookje van het voorjaarsoffensief. Europa geeft haar jonge oorlogsheld prestigieuze prijzen. Westerse leiders sluiten Zelensky in de armen en geven hem voor miljarden aan wapens en gouden beloften als hij maar bereid is het bloed van tienduizenden jonge Oekraïnse mannen te offeren. Dunovisies. Oekraïne verwort tot zwaar gesubsidieerde frontstaat van Europese expansiedrift. Steden worden verwoest, tienduizenden Russische en Oekraïnse mannen worden geofferd. Men weigert iedere onderhandeling met Rusland. Het verdeelde Oekraïne vernietigt zichzelf. Rusland en Europa in haar val meetrekkend. Zelensky heeft met steun van het Westen aangekondigd tot de laatste man te zullen vechten. Hij wil ook dat de NATO zich in de oorlog stort en heeft de Amerikanen gevraagd een nucleaire granaat op Rusland af te schieten. De Derde Wereldoorlog grenst ons aan. De donkere schaduw uit het Europa van de Eerste Wereldoorlog en Tweede Wereldoorlog. Komen ons met rassenschreden tegemoet. Dezelfde e escalatiemechanismen openbaren zich. Liestwa ze repete. De geschiedenis herhaalt zich. Als Europa de onderhandelingstafel blijft weigeren en alle fouten uit haar gewelddadige verleden blijft herhalen.